Dag bezoekers van Weerstation de Arend, een goede dag. Daar zijn we weer. En als u het mij niet toestaat, of als u het mij wel toestaat bedoel ik, dan ga ik even het hoofddeksel vervangen door deze. Want die zullen we deze week wel nodig hebben. En wellicht vraagt u zich ook af, waarom staat die nou niet in Ankveen? Nou, dat zal ik u gewoon even duiden terwijl ik mijn cameraatje omdraai. En u even het een en ander van de Arend laat zien. U ziet, ik sta hier voor de gevel. Even mijn cameraatje goed draaien. En dan snapt u meteen ook waarom Weerstation de Arend heet. En wat de Arend nou precies allemaal met Ankveen heeft, dat kan ik u ook vertellen. Ik loop hier even op mijn pad, dat hoort ook nog bij de Arend. En als ik hier van mijn pad afloop, en u ziet hier het fietspad. Het fietspad ligt in Ankveen en ik zelf sta in Kortenhoef. Wel, loop even verder. Kan ik u nog iets van het weerstation laten zien? Te beginnen met dat raam daar. Want daar staat de computer en de webcam. En daar bovenop de windmeter. U ziet, hij draait langzaam. Dat wil zeggen een klein beetje wind. Zo te zien, noordoostelijke richting. En ach, een weerstation tegenwoordig stelt niet zo heel veel meer voor. Daar ziet u een paal met elektronica. En rechts daarnaast de zojuist 2 maanden geleden aangeschafte Hellman regenmeter. Omdat ik toch wel ontdekte dat de elektronica niet zo nauwkeurig was in de metingen. Wel nu, u heeft ook gezien, er ligt sneeuw. Het is een klein dun laagje van nog geen centimeter, schat ik. En hier op de sloot heeft zich een piepklein ijslaagje gevormd. Maar gelukkig kan ik u melden dat Fokke en Sukke het bij het juiste eind hadden. Want zowel Kortenhoef, maar ook Ankveen is nog een en al wak. Daarover meer. Ik zet even mijn camera op een statiefje. Dan kan ik u even persoonlijk toespreken over de situatie in Ankveen. Zo, daar ben ik weer. Ik hoop dat ik een beetje in beeld ben. Goed, uiteindelijk, u weet het. Ik heb u wat dat betreft niet zo heel veel nieuws te melden. We gaan een fantastische vorstperiode tegemoet. Het was inderdaad vandaag even spannend, vandaar dat ik naar Ankveen ben geweest, want we hebben het gezien, er was sneeuw. En ik was erg nieuwsgierig of er zich al een ijslaagje had gevormd, want dan was dat wel een heel slecht begin geweest. Nou zit er nog een heel klein addertje onder het gras, want af en toe mottert het nog een beetje, mot sneeuw. En als zich dan toch nog weer vandaag een ijslaag vormt, want de temperatuur zal zeer waarschijnlijk niet boven nul uitkomen, dan is dat toch niet zo'n goed begin. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat niet. En zal het hier voornamelijk droog blijven. De meeste sneeuw zit ten westen en ten zuiden van ons. En daarna hebben we alleen maar mooie vorst. Dat wil zeggen lucht met een lage luchtvochtigheid, weinig wind. Kortom, de ideale omstandigheden om een mooie, diepzwarte, sterke ijslaag te vormen. Nou, we kunnen ongetwijfeld aan het eind van deze week met z'n allen overal in Nederland, denk ik, op het ijs gaan staan. Want het ijs zal dik genoeg worden, het wordt lekker koud. Nou, we zullen uiteindelijk gaan meten hoe koud het werkelijk wordt. Of we inderdaad die strenge vorst gaan meten, daar heb ik zo mijn twijfels nog een beetje over. Althans, voor onze omgeving. Maar in ieder geval, tot het weekend, tot en met het weekend, blijft het in ieder geval hartstikke koud. En in het weekend
dan komt er zeer waarschijnlijk wat sneeuw naar ons toe. En na het weekend, daar zijn de modellen het nog niet helemaal over eens. Er zijn vele modellen die zeggen, oké, na het weekend blijft de vorst er nog in. En anderen die zeggen weer dat in de loop van de dinsdag, woensdag er weer wat warmere lucht naar onze kant gaat komen. Nou, we zullen het gaan zien. Voorlopig denken we daar nog even niet aan. We denken voorlopig even aan het in orde brengen van de schaatsen. Ik zal meten en u kunt alle meetgegevens volgen. En uiteindelijk zullen we zien wanneer we het ijs op een veilige manier kunnen hebben. Wat dat betreft kan ik iedereen aanraden, heb maar geduld, want het ijs opkomen, dat doen we in ieder geval. En dan is het beter om maar eens even een nachtje extra te wachten, opdat de situatie er alleen maar veiliger op wordt voor u. Wel nu, ik zie u ongetwijfeld deze week nog, misschien dat ik morgen overslaan, want ik heb het, ondanks dat ik mijn werk graag aan de kant leg als het vorst is, heb ik toch wel het een en ander te doen. Maar de meeste tijd zal ik toch wel gaan besteden in de winter. Tot de volgende keer.